Het is leuk, als je wilt joinen, kun je dat doen. Moet er wel snel bij zijn, want ik denk dat die 1000 ook best wel snel vol kan gaan zitten. En waar de fuck is alles? Er is helemaal niks! Ik vlieg hier toch... Dit is toch een legerbasis, of ben ik nou helemaal wauws? Oh shit, dat was close. Waar zijn de jet? Oh, daar is jet. Ik heb gewoon nog geen... Nog steeds... Oh, laat maar. Oh shit. Facepalm, echt. Facepalm! Ik zag helemaal niks. Ik dacht, ah, dan ga ik maar landen. Kijk, net op dat mijn politie achtmaan gingen ze lokken en dan stond ik neer op een jet. Dus. Ik ben al 400 kwijt. Nou, fuck die 400. Het ergste vind ik dat ik nou hier spawn. Nou, ik heb een poging gedaan om op de legerbasis te komen. Een heel falende poging. Kan ik hier omhoog? Het ziet er echt uit alsof ik hier kan klimmen. Dat kan ook. Die volgende ook? Nee, dat kan niet. Waarschijnlijk als jullie... hoe heet dat ook alweer? Oh, heet dat? Assassin's Creed heb ik gespeeld. Dan ziet het er echt uit als van die dingen waar je op kan klimmen. Net als ook bij Uncharted. En van die obvious randen waar je op kan klimmen. Nou, hier is het niet zo obvious, want het is er niet echt voor gemaakt volgens mij. Ja, het kan wel, maar... Je moet 2 keer half tegen de muur opspringen. Je zit half in de muur. Allemaal legit. Oh, nee, niet vallen. Niet vallen. Jezus. Smoektak weer allemaal. Lopen, nee. Ik heb geen zin om te lopen. Trouwens, ik heb mijn gouden wapens weer terug zoals je ziet. Fucking badass. Dit is een mooie... avatar. Of avatar. Thumbnail. Ziet er vet uit, de kleuren. Maar in ieder geval, we proberen deze legerbasis nog eens in te komen. Ik weet niet wat we eraan jatten. Ik heb geen flauw idee. Op zich, ik vraag me wel af of dat je überhaupt tanks kan jatten. Want heb ik eigenlijk bij het begin, toen het spel net uit was, heb ik er al aan zitten denken. En toen was het nooit echt gelukt. Ik weet niet of dat iemand überhaupt ooit gelukt is. En of het überhaupt mogelijk is om dit op te blazen. Volgens mij zijn deze hekken niet mogelijk om op te blazen, dus dat is wel kut. Dus dat gaan we maar niet proberen. Want als ik het opblaas, krijg ik wel gelijk een politieachter me aan. En dan, ja, allemaal ellende. Kan ik eigenlijk een taxi bellen? Nee, trouwens, die zal hier sowieso niet komen, want het is fucking moeras. Ja, dat is een mooi stuk. Dit is uit die trailer daar. Dan vlieg je daar zo overheen met je vliegtuigje. Cool. Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit ben geweest. Ik had al verwacht dat er eigenlijk een soort van missie zou zijn of zo. Een of ander drugs iets. Maar ik kan me niet meer herinneren dat er echt een missie geweest is. Misschien omdat er al even geleden is dat ik het spel heb uitgespeeld. Maar dan toch. Zijn we er eigenlijk bijna? God, we moeten daar nog helemaal... Hey, leuke vrachtwagen. Keivet. Kei vet. Je hebt er alleen helemaal niks aan. Ik weet echt niet welke wil gaan jatten. Ik heb totaal geen ideeën meer van GTA. Alleen die bounty zat wel lachen. Maar het is leuker als alle mensen iets doen. Kijk maar in die killfeed. Linksonder is volgens mij altijd die killfeed. Niemand doet iets. Niemand doet iets. Wat doen al die mensen? Zitten ze te zwemmen of zo? Misschien kunnen we dat dan gaan doen. We gaan haaien zoeken. Haaienjacht. Hé, er heeft nog iemand een bounty of niet? Heb ik al die tijd gemist. Iemand heeft een bounty, dat hoop ik. Juist, die nou pas. Oh, dat is die Rob, die klootzak die mij in eerste instantie killde. Ik heb mijn revenge eigenlijk al lang gekregen, maar het maakt niet uit. Oh shit. Weet je, ik ga proberen die jet te jatten en dan proberen met die jet die bounty te killen. Of is hij al weg? Nee, die bounty is nog steeds. Ik ga eerst eventjes een taxi bellen. Kan dat? Ik ben benieuwd of die taxi überhaupt wel hier komt. Wat? Oh, ik kan het zeggen. Ik snap niet waarom die kerels altijd zo'n mislukte tumor op hun hoofd hebben. Zie je daar onder hun oog? Dat is altijd. Dat is gewoon een of andere bug in het spel. En... Is dit grap? Komt die taxi nou... Van de andere kant af? Oké, geef mij maar gewoon eventjes taxi. Allemaal leuk jou herkend te hebben. Hopelijk ziet die kerel dat niet. Nee, ik wil niet achterin stappen. Ik wil voorin stappen. Ik wil voorin stappen. Laat mij voorin stappen, maat. Nou, god, deze besturingen. Nee, voorin. Voor. Jesus. Nee, ik moet hem nou echt doodschieten. Nog 1 poging, stap aan de andere kant in. Zo niet, dan schiet ik die vent door zijn harses. Want ik word er een beetje... ik word er een beetje dol van. Heb ik een silence wap? Ik heb net overal de silence afgehaald. Dit ding is ook maar silence. Yep. Dat was niet de bedoeling. Dat was helemaal niet de bedoeling. Jezus. Rot op. Ik heb armor gekocht en ik heb geen armor. Ben ik nou gek? Of hebben ze hem al weggeschoten? Gaat dit nou niet open? You gotta be kidding me. Nou gaat dit niet open. Damn it. Deze kant dan.
Oké, dat was te verwachten. Singleplayer gaat er volgens mij gewoon open. Maar ik snap nog steeds hoe die taxi van deze kant af kwam. Hopelijk raak ik nou de politie kwijt. Dan ga ik wel via de andere kant springen of over het hek heen of zo. Probeer ik. Waarschijnlijk niet gaat lukken. Maar waarschijnlijk als ik daar probeer in te stappen ben ik dood. Omdat ik helemaal geen health heb. Maar ik had armor gekocht dat ik me kon herinneren. Dus ik snap helemaal niet hoe het kan zijn. Godverdomme. Dat ik nou al zo weinig health heb. Hebben ze zoveel weggeschoten? Damn it. De muziek is ook niet heel veel. Oh wacht, kunnen we hier omhoog? Niet naar beneden rijden gelijk weer. Oké, we kunnen hier omhoog, dat is mooi. Dan kan ik als goed zie daar ook wel eens de snelweg op. Ik ben de politie al kwijt. Best wel kei random eigenlijk. Je kunt makkelijkst de politie of het leger kwijtraken langs de legerbasis. Yep. Seems legit. Oké, als we hier nou gewoon omheen kunnen rijden en niet naar beneden flikkeren, dan zou dat heel erg handig zijn. Want dat is zo irritant als je helemaal naar beneden flikkert en allemaal ellende. Oh, trouwens, laatst mensen gevraagd van, doe een keer met je maat weer GTA. Ik had beloofd om dat te doen, nog steeds niet gedaan. Ik ga echt proberen om dat binnenkort te doen. Maar het probleem is, je bent dus afhankelijk van meerdere mensen. Ik moet maar tijd hebben, die maat van mij moet ook maar net tijd hebben en zin hebben om dit te gaan doen. En ik kan hem niet verplichten om iets te gaan doen. Dus ik heb het ook niet echt gevraagd, maar snap je? Je moet er allebei maar net tijd voor hebben. Dus ik ga proberen dat binnenkort te doen. Net zoals die proppunt. Ik de eerste proppunt serie was een soort van verstoppertje voor GTA. GTA was eigenlijk nou voor Call of Duty 4. En dat was op zich best wel geinig om te doen. Alleen, nu heb ik mijn webcam verplaatst. En nu kan ik dat dus niet met facecam doen. Dan moet ik mijn webcam weer terugzetten. En die staat nou eigenlijk perfect. Daar wil ik eigenlijk ook weer vanaf blijven. Allemaal ellende. En die helikopter vliegt altijd daar. Altijd als je hier aankomt, vliegt de helikopter daar. Dat valt me echt op. Hopelijk krijg ik trouwens daar, of vind ik daar eerst een sneller auto. Want ik denk niet dat ik met de taxi over die dingen heen kan springen. Nou, toch proberen. Die politieauto's zijn wel altijd fucking snel. Dus misschien taxi's ook. Nee, volgens mij niet trouwens. Echt, als ik gas geef. Komt helemaal niet vooruit. In ieder geval, ik heb hier totaal geen tactiek voor om ergens een specifieke plek om eroverheen te springen. Ik doe altijd gewoon keihard random ergens tegenaan rijden. En zoals je ziet, dat werkt nooit. Ik weet niet of het de beste plek is, maar is het hier altijd gelukt. Volgens mij moet je het aan die kant doen. En dan schuin of zo. Oh, kut. Nee! Bijna dood, man. Deze auto gaat er ook niet beter rijden. Als ik even een snellere auto tegenkom. Gewoon even een Bugatti of zo. Die rijden eigenlijk trouwens nooit op de weg, hè. Dat ik me kan herinneren. Heb ik die nog nooit zien rijden. Dus dat zal dan ook wel niet. Ook niet echt een alledaagse wagen die er ons zou zien rijden. Maar ooit één keer zou het wel moeten, zou ik zeggen. Maar ja, het kan niet één keer in GTA. Dat is altijd best wel typisch in GTA. Als jij een auto hebt en je ziet er eentje, dan zie je er altijd 10. Ook als maar 10 seconden later, je ziet er altijd gewoon ineens veel meer. Ineens rijden er overal die auto's rond. Dat is best wel stupid, maar ja, het is gewoon de engine, of de engine van GTA. Ik denk niet dat ze er ooit zullen veranderen. Volgens mij is het fucking zwaar om heel een nieuwe engine te maken. En nee, dat gaat niet worden. Oké, ik denk niet dat het dit gaat worden om hiermee eroverheen te kunnen springen. Wat was dat nou? Oh, die heb ik al gedaan. Die race. Ik ga het één keer proberen en dan jat ik even een andere auto. Of een jeep. Volgens mij zijn die jeeps zelfs sneller als deze kuttaxi, want die zijn helemaal kapot. Oké, geef mij maar dit ding. Fuck je vet, als je dit echt helemaal zwart maakt, ga ik wel een ronde. Dikke lowrider. Mop. Nee, is geen lowrider, maar zou wel vet. Zou wel vet zijn. Maar kan ik daar dingen kopen, hè? Bij de kraampje? Dan krijg ik je health. Ach god. Iemand heeft een, wat zeg ik ook weer? Een mugger op mij afgestuurd. Die kon me dan killen, dat is op zich wel grappig. Kill the mugger. Oh ja, een bounty natuurlijk ook. Daar heeft die mugger gedaan. Dan ben ik benieuwd, die andere mensen zien nou ook die bounty op mij als het goed is. Dan komen ze misschien ook achter mij aan. Maar ja, voor 1000. Oh. Ik ga voor 1000 mij maar eens proberen te killen. Ja, dat gaat niet lukken. Nou, waarschijnlijk wel, man. Als je iets zegt, juist hier. Hey, skills. Skills pay the bills. Oké. Nou, het is best wel epic eigenlijk dat we met een fucking zware jeep de lege basis in kunnen komen. Oh, dat is een helikopter. Nee, ik wil een helikopter. Ik wil een jet. Ik wil een jet. Oh, shit. Als je iets zegt, een plek waar het vrij stil is. Oké, daar. Die pakken. Deze staat hier mooi. Ik moet hem eigenlijk niet recht voorzetten. Dan moet ik heel snel zijn, want altijd ga ik doodjes in die dingen wil stappen. Dat is gewoon. Of als je weg wil vliegen, dat duurt gewoon te lang.
Het lijkt erop dat het vrij safe is nou. Ik moet alleen wel oppassen dat ik niet tegen dat ding aan vlieg. Want die kans is vrij aanwezig. En waar moet ik heen vliegen? Iemand zei altijd naar de bergen. Maar volgens mij ging het de laatste keer niet echt goed toen ik naar de bergen vloog. Oh, pas op voor die paal. Oh, we hebben weer een jet. Let's go. Iemand in de tank. Oh ja, tuurlijk. We zijn op lege basis. Iemand in de tank. Wat? Ze schoten niet raken hoor. No way. What the fuck? Nee, wacht. Dan gaan we weer landen hoor. Ik ga hier niet weg zonder jet. Oh, what the fuck? Hij gaat wel heel snel. Wauw. Hij ging wel heel snel. Ah, holy fuck. Nou, weet je wat? Stik maar in. Nee, ik wil nog een keer proberen. Ik wil gewoon nog een keer proberen. Ik wil een fucking jet. Nee, niet weer hier. Damn it. Oei, daar rijdt iemand. Die zal misschien naar mij toe komen. Dan ga ik hem snipen. Waarschijnlijk komt hij naar mij toe omdat hij bounty wil. Misschien kan ik hem snipen als ik hem daar in de vet zie. Ik zie zo snel niet waar die. Daar is hij weg. Hij zit op die weg. Als hij slim is, gaat hij gewoon weg. Want ik schiet hem toch wel dood. Of je mij nou iets aandoet of niet. We zijn hier in het Wilde West, hè. Moeten zien te overleven. En zo is het, niet anders. Aan de andere kant van de moraal. Dus ik zie hem niet bewegen en hij is geliefd. Serieus? Waarom lief die maat? Oké, weet je wat? Kan ik hierop? Nee. Fuck, dit is lekkere water. Nam, 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 nam. Misschien moeten we op haaien jacht. Misschien is dat wel leuk voor... Misschien de volgende episode voor deze. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn. Ik kan al onder zee gaan zoeken. Maar ik denk als we eenmaal onder zee hebben gevonden en alles... Weet je, dan gaan we de volgende keer proberen haaien zoeken. Ik heb nog steeds geen haai gevonden. Volgens mij kan je daar trofee voor. Dat heb ik er nog nooit gehaald. Dus volgens mij heb ik hem nog nooit gevonden. Dus misschien leuk voor de volgende keer. Pakken we onder zee en gaan we lekker zoeken. Maar in ieder geval, zo te horen, zijn we al best wel lang bezig. Dus ik denk dat ik het hierbij laat. We hebben eigenlijk helemaal niks gedaan. We hebben gewoon twee keer gefaald bij die fucking lege basis. We hebben wel één bounty, dat is iets. Eigenlijk wil ik die andere bounty. Oh wacht, shit. Ik schiet net dus richting het leger. Oh, let's go, weet je wel. Ik ben benieuwd wat ze daar... What the fuck zijn dat van mensen? Dat zijn echt geen soldaten. Oh, dat zijn die muggers. Mij proberen te killen. Of nee? Die proberen die bounty of zo te fixen of zoiets als dat. In ieder geval, ik laat die bij, denk ik. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vonden. Voor zover het leuk was. Want ik heb niet veel gedaan. Laat in de comments achter wat ik kan doen. Wat willen jullie meer zien? Misschien team deathmatches, want die doe ik eigenlijk ook nooit. Maar ik ben totaal niet goed in GTA. Gewoon die besturing heb ik totaal niet onder de controle. Dus misschien is dat toch wel geinig om een keertje te doen. Dus laat achter in de comments wat ik kan gaan doen de volgende keer. En abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Houdoe.